De juniorenwedstrijd voor dames werd gewonnen door de Italiaanse Balsamo. En zo moesten alle meisjes huilen aan de meet. Van vreugde. Van de hitte. Of gewoon van ellende. Behalve Carlijn Swinkels. Zij zag weliswaar haar sprint mislukken, maar kon haar 11e plaats al snel relativeren. Ja, iedereen huilen, allemaal teleurstelling. Maar ik denk dat ik tevreden kan zijn met mijn wereldtitel die ik al had. En ik ging vandaag ook in met het doel om gewoon om solo aan te komen. Niet gelukt. Maar ja, er zijn nog veel meer wedstrijden die gaan komen en dan komt het goed. En dat weet ze omdat ze toch een regenboogtrui mee naar huis neemt. Dit is tot nu toe de enige Nederlandse wereldkampioen in Doha op de tijdrit. Niet gek dat de profploegen voor de 17-jarige Swinkels in de rij staan. Ik heb wel een aantal aanbiedingen gehad zo nadat ik wereldkampioen ben geworden. Maar ik moet even rustig over nadenken. Ik heb tegen iedereen gezegd dat ik eerst eventjes het WK op het WK wilde focussen. En, ik ben heel blij dat ik de kans heb genomen, zeg maar. En het was niet zomaar gelukt dat ik wereldkampioen werd, denk ik. Ik heb er veel voor gedaan en dat betaalt zich nou uit. En zo zijn alle dames gewaarschuwd voor volgend jaar. Want dan... Dan ben ik prof en dan rijd ik iedereen eraf.